Danny's killed on the blauw. Van Hufflepuff en Ravenclaw. Wie heeft de meeste toverkracht? Wie wint het meest van alle? Hallo kijkers van Shine Sprite, wat maar een goed nieuwe aflevering van Harry Potter Generations met Rusty en Milani. Yes, het is eindelijk gelukt de standbeeld weg te zetten. We hadden het even offscreen gedaan, want om een of andere reden wilde mijn game niet meer zeggen dat ik weer Wingardium Leviosa aan het doen was. Dus ik heb even het emulator opnieuw opgestart. En alles opnieuw gedaan. Ja, het probleem is wel dat ik dus nog steeds niet snap hoe deze minigame werkt. Ik ben daar vlakbij, dus dan gaan we zo meteen eventjes meekijken. Wat de bedoeling precies is. Armor repareren, oké. Okay. Oh, dat is het standbeeld zeker bij de portret. Zo, die is gemaakt. Oh, en Snap komt weer terug. Oh. Dan moest ik even wachten tot hij weg is. Jezus, waarom moet je wachten tot Snape uit beeld is? Ik snap deze minigame niet. Oh, daar zijn ze. Dit is toch nooit de goede plek, joh. Oh, ineens ben ik in de... Oké. Okay. Hi, Neville. Nou, eens kijken wat er allemaal gezegd wordt. Oké. Okay. Oh. Jezus, wat een gezeik is dit. Nee, ik snap hem denk ik wel. Wat een kutspel, zeg. Ja, zeg dat. Zo, op de outstanding. Outstanding, maar hoe werkt... Kan je me dan vertellen hoe het werkt? De potten geven aan hoe vaak je erop moet klikken. Wauw.
Oh, oké. Okay. Moet ik nou weg of wat is nou de bedoeling? Oké, okay, ik moet weg samen met... Oh, nee. Ah, nee. Wat moet ik met het portret gaan? Hallo, meneer de koekbakker. En hij is weg. Oh, huh? Kut. Hey, open sesame. Denk ik. Is het hier? Nee. Where the freaking is it? Ik ben in de kamer van hoge nood. Niet in hoge noodkamer. Ja. En dat allemaal omdat ik naar de wc moest. Mm. Ah, kwam Willem weer bij de laatste. Ik wou echt dat ik hier tijd aan verloren heb. Ja, snap ik. Oh, gezeik. See in room of requirement for the DA meeting. Oké, okay, maar waarom moest ik dan terug naar de leerlingenkamer? Om jou te pesten. Wees specifiek. Ja. Jezus, oh, je kan zo spreuken leren aan hun, oké. Okay. Ventus? Oh, fijn. Hoe heb je dat nou weer voor elkaar dan? Wordt het uitgelegd straks, ja? Hè? Ja, ik denk het wel. Ja, Ventus Practice. Oh, je gaat oefenen tegen zo'n ding. Spannend. Goed, oké. Okay. You fail to cast the spell. Oh, excellent. Oké, okay, top. Hoppatee. Succes. Top. Je kan ze hier ook trainen naar level 3. Oké. Okay. Lekker. Okay, dus je hoeft ze niet te vaak te gebruiken om ze te levelen. Dat is mooi. Ja, zoals bij de oude games, zeg maar. Ja, zoals bij de gevangenen van Azkaban. Ja. Oh, huh? Oh, je hebt DA points. En daarvan kun je spreuken leren en... Oké. Levelen. Gaat een van jullie nog tegen mij praten? Hè? Wat? Jij wil dat wij praten tegen jou? Ik denk niet. Hoppatee. En voor welke spreuk gaat Milan? Heb je speed-up aanstaan? Nee. Oh, dat leek al eventjes. Want die spreuk van Harry ging best snel. Niet dat ik weet. Oh. Oké, nee. Dat is maar gewoon netjes een vraag. Zo, we gaan Hamelin ook zeggen. Flipendo leren. Oh, ik heb geen DA points meer. Oh, ja, wel. Daarom, ik ben nou nog met Hermelien bezig en dan is het weer, heb ik mijn punten weer gebruikt. Nee, ik moet zeggen, ik geef ze eerst even alle spreuken voordat ik ze ga levelen. Want dan zul je altijd zien, dan heb je net de verkeerde niet geleerd. Ja, precies. Zo. Succes. Back. Ja, we kennen het. We gaan even gaan draaien. Oh, dit ziet er prachtig uit. Oké.
Waar moet ik heen? We all need to... Now is to find the others. Blooming. What? In the trophy room, okay. Oh, maar de trophy room is... Oh. Huh? Oké, dat happened. Milan, je gaat leren verschijnselen. Huh, dat is pas in deel 6 in de boeken. Merk je wel waarom. Want het is wel mooi dat je ineens geen trappen af hoeft, hè? Oh! Ah, ja. Yeah. Oh nee. Oh, deze is nou meteen goed, top. En beam. Angelina! Oh nee. Oh nee. Mogen we weer dingen voor te gaan opruimen? Ja. Dit kan ik me wel herinneren nog van de Wii game. Volgens mij zat dit er toen ook in. Ja, klopt. Alleen toen moest je elk ding in de goede hoek zetten. Nou is het gewoon van, je zet er gewoon Wingardium Leviosa op en dat gaat automatisch naar de goede. Dat is allemaal fijn. Oh. Ja, en dat is nog eentje. En dat was hem. Niet? Dat toch? Ah, top. We can leave this building on rock and roll. We can leave your head on. Hoezo, where are you going? Ze zei tegen mij dat de key klaar was. Oh. Moet dat ook nog? Moest er nog iets meer doen? Ja, je moet het glas nog maken. Wauw. Boring. Ja, dat dacht ik dus ook. Ja, ik moet volgens mij alleen nog deze, dus met je keep casting. Oké, okay, mag ik nu weg? Never! Oh, er is hier ook gewoon een portret! Die was hier niet in de Xbox game. Oké, okay, en wat moet ik nu doen? Oh, daar komt daar ineens iemand aangerend. Oh, hi Colin. Oh, nee. Milan, help. Er wordt een eerstejaars Gryffindor gepest door zwadderaars. Lekker. Oké. Okay. Ik ga me toch niet weer vertellen dat het weer hier is, hè? Colin, waar de frick is het? Oh, dit herinner ik me nog van Hogwarts Legacy. Oh, toen mocht je iedereen lekker kapot schieten. Dat is fijn, hè? Ja. Och, jee.
Milan, raad maar eens 3 tegen wie je mag gaan vechten. Draco? Ik zei 3 keer, niet 1. Oh. Vincent? Ja, Vincent. Nee, je mag inderdaad tegen Draco. Echt, ik haat de besturing van deze game zo heftig. Eens. Helemaal mee eens. Wat? Kan ik hem niet gewoon raken met een Stupefy? Hey vuile bitta's, moeten we weer gaan vechten? Excellent, Stupefy. Oh, ik heb hem gewoon verlamd. Nou, Stupefy, wat fijn. Het... Ja, partij. Dat was een succes. Ik deed echt maar wat en toch killde ik hem. Hoppatee, excellent. Chickadee. Rick de Sempra. Rick de Sempra. Rick de Sempra. Hoppa. Rick de Sempra. Rick de Sempra. Harry, do the final blowing. Hij heeft mij gewoon ingehaald in deze fight. Dat kan toch niet, dit? Ik ben wel een smarty pants, ben ik. Oh. Maar hij is een pewter. Ja, hij is een pewter. Zo, en terwijl Harry de finishing blow doet. Zo. Help Colin Creevy iets te halen van de Slytherining. Slytherining is winning. Ja. Oh. Ik zie de controls al gewoon. Oh. Oh, je moet ook echt gaan klimmen met die jongen. Yep. Oh, dit is safe. Wacht, volgens mij is hij gevallen of niet? Waar slaat dit ook op? Not an owl. Moeten naar de uilenvleugel. Die... Yeah. Volgens mij weet het ding niet zo goed wat hij wil. Nee, dat weet hij inderdaad niet helemaal goed. Hoezo moet ik nou ineens weer... Ja, dat ging het bij mij net ook. Dat ik dacht van, hè? Weet hij het al? Weet het ding zelf al wat hij naartoe wil? Ja. Of wat? Ja, ja, dit is echt zo'n game die ze beter niet hadden kunnen uitbrengen. Ja, echt hè? Ja. Elke stap die ik zet, denk ik dan. Ja, maar het is ook echt gewoon zo vaak die cams wisselen. En dan denk je, ja. Oh. Maar vervolgens heb je een navigatiesysteem in de game die je moet helpen. Die zelf niet eens weet waar je naartoe moet. Precies. Hey Harry, wil jij ruilen? Ik wil je kapot maken. Hey Harry, wil jij ruilen? Nee. Nou, nee, niet. Oh. Hallo Joe.
Oh, de tijd is voorbij. Stoppen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond jij dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.